In onze rubriek Oud Zweed stoffen we met enige regelmaat banden uit ons archief af om te kijken hoe het gaat met de hoofdpersoon van toen. En vandaag gaan we terug naar 2003. Keepershandschoen aan. Fred Elfring was toen de keeperstrainer van FC Volendam. En daarnaast ook hovenier. En dat laatste is hij nog steeds. Ja, wij veranderen ook niet zo heel erg hard. Buitenlucht houdt je jong, hè? Goedemorgen, Fred. Hey, ik ben Matthijs. Ja, ietsje later. Ik ben dat natuurlijk niet gewend. Eerste werkdag meteen te laat. 11:07, Matthijs. Ja, laten we maar snel aan de slag gaan. Ja, is goed. Als je nou zo bezig bent, Fred, in die natuur, hè? Ja. Droom je dan een beetje weg over voetballen of niet? Ja. Bijna altijd. Ja? Ja. Wat denk je dan aan hoe je keepers bezig zijn? Ja. Daar ben ik eigenlijk altijd mee bezig. Na ons bezoek bleef Fred nog 2 jaar keeperstrainer bij FC Volendam. In 2005 nam hij er na 9 jaar afscheid. Dat was natuurlijk heel onstabiel, hè, het voetbal. De ene keer moest ik 's middags trainen, de andere keer moest ik 's morgens trainen. Dan had ik ook nog een tweede in de A-junioren erbij op een gegeven ogenblik. Dus moest ik ook nog tot in de avond trainen. Ja, dat werd allemaal wel heel veel. Alleen zolang je het met heel veel plezier doet, hou je het vol. Maar dat plezier was weg uiteindelijk? Of? Op een gegeven ogenblik was het plezier weg. Dan werd het gewoon te veel. En dan heb je ook nog kinderen thuis lopen en een lieve vrouw. En daar kies je dan op een gegeven moment ook voor. Wat rest zijn herinneringen. Zo heeft hij bij FC Volendam een groot aantal keepers getraind die later een mooie carrière hebben opgebouwd. Jeroen Vroeven, Robin Ruiter, Theo Zwarthoed. Allemaal nog betaalde voetbalkeepers. En wie is nou de beste keeper die je ooit getraind hebt? Op dit moment? Nou, de beste keeper, daar moet ik gewoon heel eerlijk in zijn. En dat was toen de tijd toch Jeroen Vroeven. Want iedereen heeft het wel over zijn gewicht. Maar dat viel eigenlijk reuze mee. Kom maar, laatste kans! Hop! Juist! Dat is het, Jeroen! Hop! Ja! Hop, even! Juist! Kan je net overgetikt. Kom maar, laatste! Is het een beetje een goede keeperstrainer, Jeroen, of niet? Ik vind van wel, ja. Waar is je goed in dan? Jij hebt ook anderen meegemaakt natuurlijk. Ja, het is gewoon een hele goede keeperstrainer. Goede trap. Wat toch belangrijk is, dat hij toch aangeeft waar die bal heen moet. Gewoon, ik vind nog wel speluitleg ook wel belangrijk. Ja, Jeroen Vroeven, je noemde net de beste keeper die je getraind hebt. Ja. Je had lovende woorden. Ja, dat klopt. En dat is ook zo. Komt ook door zijn persoonlijkheid. Maar hij werd ook steeds beter. Hij was gewoon heel erg goed. Fred is na FC Volendam bij nog een aantal amateurclubs aan de slag geweest. Vorig jaar hing hij zijn keepershandschoenen voorgoed aan de wilgen. Nou moet ze het zonder mij doen, ja, dat klopt. Ja, nou, dat gaat ook weer lukken. Er zijn nog meer goeie. En nu moet jij het zonder het voetbal doen. Nou moet ik het zonder voetbal doen in zoverre dat ik zelf niet meer op het veld sta. Ik heb nu wel meer tijd om andere dingen te doen, andere clubs te gaan bekijken. Kijk, en dat is voor mij net zo belangrijk. Ik ken zoveel mensen, overal waar ik kom spreek ik mensen. Dus dat is ook weer positief. In ieder geval is hij nog altijd welkom bij de clubs waar hij actief is geweest. Fred wist namelijk met de amateurs van Woudia en DWOW te promoveren. De laatste ploeg waar hij actief was Hollandia uit Horen. En na dat jaar had ik zoiets van, ja, dit is eigenlijk toch wel genoeg geweest. Dus toen ben ik gestopt. Genoeg geweest voor de altijd, of? Voor nu, voor altijd. Maar je weet het maar nooit. Zeg nooit nooit. Zeg nooit nooit. Dat klopt.